allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag vandaag en we gaan een rondje Ruige Plaatbos doen in Hoogvliet. Zoals jullie net al zagen, sorry, de Spijkenissenbrug. En volgens mij loop ik even verkeerd, ik moet even dit pad hebben. Maar ja, de Spijkenissenbrug. Precies aan de Hoogvlietkant. Aan de overkant is Spijkenisse. En we gaan even een mooie reportage maken van dit wel bosrijke omgeving. Het is mooi weer. Ik hoefde zelfs mijn jas niet aan te doen. Ik vond het te warm in de jas. Dus ik denk, ik doe de jas even uit. Ja, ik ga het weer even hier kunnen zetten. Maar we gaan even een leuk wandelingetje maken door het park. Hier weer een tennisbaan. Tennisbaan. Hier heb je een roostertje, daar moet ik even over zien te komen. En daar heb je het park. Oudelandspark. Hier is het water. En daar de Spijkenissenbrug. Dus dat is een beetje de omgeving. Het is best mooi. Niet het Ruige Plaatbos, zag ik. Ik dacht dat dit al het Ruige Plaatbos was. Maar het is de Ouwelandse bos. Maar ook heel erg mooi. We gaan hier even lekker een uurtje, denk ik, even wandelen. Ik heb er wel zin in. Kijk wel hoe lang ik het volhoud. Mooi hoor, mooi gebied. Zorg maar dat je daar achter niet kan. Dan kun je echt zo op het water kijken. En ja. Ik was even mijn selfie stick kwijt en mijn kleine pootje was ik kwijt, maar die heb ik gelukkig weer gevonden. Ik denk, die moet gewoon in huis leggen. Die heb ik nergens achtergelaten, dus die moet ik gewoon hebben. Maar het is hier prachtig, jongens. Ook weer een schitterende omgeving hier, hoor. Komt niks aan. Daar elke keer dat er iemand achter me komt. Dat is mijn tas die heen en weer schudt. Nou, hier loop je langs het water. Een mooie kijk op alle boten. En dan heb je hier een pad waar ik heen kan lopen. En we hebben hier rechtdoor een pad. Ik denk dat we even dat pad rechtdoor nemen, omdat daar nog wel een mooi uitzicht is op de Oude Maas. En je nog wel wat mooie boten kan zien onderweg. Dus wat dat betreft, ja, is dit wel een mooie plek om even te gaan filmen. Hier is zelfs nog een kabelbaantje. Oh jee, je gaat toch niet vertellen dat die over het water heen gaat, hè? Oh nee, nee, die gaat erachter. Ik ga er niet vanaf. Ik heb er geen zin in. Veel te hard. Nou, eens even. Hier is dus de botlek. Wow. De botlekpenis. Hartelbrug bedoel ik. Die is toch wel heel erg mooi, jongens. Hier de Spijkenissenbrug.
water gaat aardig tekeer. En wat ook wel leuk is om te laten zien, dat gaan we eerst maar even doen. Dat vind ik dit, hè. Het is echt een leuk bruggetje. Een hele lange brug. Ik heb ook al heel veel wandelaars gezien. En dit is dus best wel leuk. Een heel bruggetje zo langs het water. Het begin is een stukje hout. Maar we gaan dit stukje even doorlopen. We hebben een hoop rotzooi, troep. Zoals mijn fietsrand. Hier mist weer een stukje. Kijk, en aan deze kant is nog steeds het water. Je ziet hier veel meer omdat het al aardig hoog gras is. Maar als je. Ik weet niet of dat dit wel eens gemaaid wordt, maar als het gemaaid wordt, dan heb je vanaf deze brug heb je, ja, best een mooi zicht over het water. Nou, en als er dan een paar schepen voorbij komen, dan heb je allemaal een mooi plaatje. Hier is dus nog de Spijkenissenbrug. Het is echt een mooi plekje hier ook. Dan krijgen we dadelijk de nieuwe Botlekbrug verderop. Die zal ik zo ook even proberen te filmen. Het is echt mooi hier ook. Ik denk dat ik hier nog wel eens een keer terugkom en een keer gezellig mijn moeder meeneemt. Het is wel echt een leuk stukje om te lopen en helemaal niet ver weg. Vanaf mijn huis, ik denk dat het een kilometer of 4 of 5 is. En dan zit je al helemaal in de wildernis. Het is best wel mooi. We hebben hier dadelijk heel mooi uitzicht over de nieuwe Botlekbrug. Het ziet er wel mooi uit, maar... Ik heb echt ontzettend veel storingen. Nog maar een paar te gaan en dan zit hij op de 100 en wordt er een feestje gehouden. Ik zal eens even een klein stukje filmen. Net het riet zit ervoor. Ik weet niet of dat ik... Kijken of ik wat moois kan filmen. Kijk maar, naar einde aan te komen, deze brug. Best een lange brug. Het is best een lange brug.
lekker een einde aan te komen. Aan de, deze kop op de riet allemaal. We kunnen hier aardig wandelen. Je ziet wel weer bijna bij de Botlekbrug. Rustig is die niet. Veel ouders met kinderen lopen hier ook. Ook van wandelaars, fietsers, net zelfs. Niet kunnen denken dat het zo mooi weer was. Gisteren was het echt bar boos. We hebben de vlog van gisteren kunnen zien. In Middelharnis, het was echt hartstikke slecht weer. En nu is het echt droog. Ik kan lekker wandelen. Zelfs geen jas nodig. Alleen maar rechtdoor blijven lopen. Dit is wel mooi. Nou kom je weer op een gegeven moment bij de brug uit. Nou jongens, dit was het einde brug. Wel leuk. Allemaal. Hier kwam ik dus net doorheen. Ik vind dat takken daarboven, wat het een beetje omhult, vind ik wel echt ontzettend mooi. En daar kwam ik dus doorheen. En wij gaan dus die kant op. Oh, een rooster. Nou, een paar kapotte bomen. Een soort hok. Ik weet niet waar ik een stukje kan vinden waar ik een beetje onder het bos ben waar niet zoveel mensen komen. Want ik heb hier het gevoel dat er elke ogenblik weer mensen aan kunnen komen. En ik moet nog even eigenlijk een stukje filmen voor iets anders. Dus dan kunnen we hier nog verder lopen, die kant op. We kunnen rechtdoor en we kunnen die kant op. Ik denk als we die kant op gaan, gaan we weer terug naar de auto. Dus ik ga gewoon rechtdoor eens een keertje voor de grap.
Ja, ik wou nog even een stukje voor het anders filmen, maar ik ga het dadelijk toch eens even proberen voor de grap. Kijken of dat lukt. Hé, nog weer een rooster. Daar kan je ook nog heen. Dan ga je verder en hier ga je weer met een ronding terug. Ze gaan deze kant dus op. Dat is echt mooi. Ik weet eigenlijk niet waar je moet filmen, zo'n mooie stier ook. Kijk. Hoppa. Dat is toch wel weer nice, hè? Is het ook lekker rustig. Heerlijk. Ook nog een mooi plekje. Ik ga hem eventjes neerleggen. Ben ik dadelijk weer bij jullie terug. Ik ga daar eens even proberen om wat op te nemen nog. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Zo, en ik ben inmiddels weer terug. En dit is dus de plek waar ik gefilmd heb. Jullie hebben al gezien waar het was. In van de week. Dus ik ga nog heel even filmen hier. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Dus het zal niet zo'n lange vlog meer zijn, helaas. Maar we gaan nog proberen om een paar mooie beelden te schieten. En dan probeer ik nu gewoon in ieder geval zoveel mogelijk even nog te filmen. Want ik wil toch nog een beetje filmmateriaal hebben. We gaan in ieder geval verder. Het is in ieder geval druk geworden hier ook. Ik stond wel op een heel mooi plekje. Ik zal de plek nog eens een keer laten zien. Dat was hier ook. Precies in het bos. Allemaal grote bomen allemaal. Best een mooie omgeving. Ik wacht even tot het wat drukker is, maar er komen ineens een hele zooi mensen om. Maar dit is echt wel mooi. Maar mijn batterij is bijna leeg, dus ik heb niet veel meer. Ik heb gewoon niet veel batterij meer. Dus wat ik nog kan filmen, film ik. En wat ik niet kan filmen, ja, dan houdt het op helaas. Dan is de batterij leeg. In ieder geval is het zeker nog de moeite waard om hier een keer deel 2 van op te nemen, want het is hier best wel mooi. Het is best een mooie omgeving hier. Hè? Allemaal struiken die allemaal zo. Het is echt hartstikke mooi. Wat een plaatje. Zo. Dus. We gaan dit nog wel eens een keer verder uitkomen. Hier heb ik nog een pad. Dan kan je weer op die kant op. Dan kan je nog verder volgens mij in of niet. Oh, dan komen we op een soort dijkje. Kijk nou eens. Het is misschien ook wel leuk om daar nog heel even naartoe te lopen. Ziet er best wel mooi uit. Eens even kijken wat hier te vinden is. Ik weet niet wat het in godsnaam is, maar het lijkt een soort speeltuin of zo achtig iets. Wat is dit dan? Wat is dit, joh? Het is allemaal gebouwen allemaal. Oh, hier kom je weer de woonwijk in. De
Dit zal toch niet de heerlijkheid wezen? Je hebt ook nog een soort stuk. Dat heet de heerlijkheid, maar dat is niet hier ook. Het staat niet op wat het is. Maar... Het staat niet op wat het is, maar... Ik zie nog een of ander verlaten gebouw erop staan. Nou, ik weet niet wat het is. Het lijkt wel op de heerlijkheid, maar voor mij is de heerlijkheid nog een heel stuk verder weg. Ik snap ook niet wat dit gebouw is. Het gebouw lijkt wel in de brand gestaan te hebben. Het is allemaal troep allemaal. Ik weet niet wat het is. Kijk, het is gewoon een brandje geweest of zoiets. Kijk, ik weet niet wel voor een kampeerplek of zo dit is, maar dit is wel echt. Ik weet echt niet, totaal niet wat dit is, maar ja, het zal wel goed zijn. Kijk, hier zijn nu onder gebouwen. Maar goed, we gaan weer door, hè? Want we wijken te ver af. Ik weet echt begot niet waar ik nou zit, wat dit is. Zonder wel eens even nazoeken wat dit nou precies was. Ik zie wel allemaal bussen aankomen en auto's. Nou. Het lijkt wel een plaatselijk asielzoekerscentrum. Ik weet echt niet wat het is. Ik weet het echt niet. Geweldig. Geen zwembad, hè? Ja. Maar wat het is, weet ik echt niet. Het staat alleen op dat er geen zwembad er is, maar... wat het precies is, weet ik niet. Nou ja. We gaan in ieder geval het bos weer in. Dit is ook wel mooi, hoor. Jongens, ho. Kijk eens. Dit niet. Ja. Kijk, een soort meertje zit erin. Dat is natuurlijk al het regenwater wat de afgelopen tijd gevallen is, verderop. Kijk, allemaal regenwater is natuurlijk de afgelopen tijd gevallen. Dus. Verder op de Hartenbrug. Maar goed. We gaan weer terug het bos in, jongens. Dan gaan we zo de auto weer zoeken. Ik ben benieuwd. Waar zit die auto ergens? Dan loop hier gewoon weer rechtdoor. Daar was dus de plek waar ik net gefilmd heb. Die aankondiging die hebben jullie vorige week al gezien. Even een klein spoilertje. En ik denk dat we gewoon hier ook gewoon weer rechts afgaan richting auto. Ik denk dat als je hier rechts gaat, ga je weer richting de brug, dus dan kom je weer wat verder overal vandaan. Eens even kijken, we lopen gewoon hier af in de speeltuin. Maar wij zijn niet gekomen om hier te spelen, wij zijn gekomen voor de mooie beelden. Dus nou jongens, laten we dan maar eens wat mooie beelden schieten hier ook, hè. Daar zou ik toch uiteindelijk voor gekomen. Ja, dit is ook wel echt nice.
lopen we hier gewoon weer terug door de bossen. Oh, hier weer ook mooi. Een hele heuvel omhoog. Ik weet echt niet waar je terecht komt. Maar we lopen in ieder geval weer verder terug naar achteren. Kom hier op een grasveld uit. Oh nee, nee, het pad loopt door. Het pad loopt toch wel eentje door. Oh, hier is een speelplaats voor de kinderen. Ik denk dat we die kant maar oplopen en dan gelijk weer links gaan. Ik denk waar die bomen daar staan, daar zo, dat daar zo dat pad liep. Ik kan ook zo proberen te lopen. Ja, we lopen zo. Dat vind ik eigenlijk mooier. Kijk eens. Kijk eens, gewoon de vogels. Pot. Dit is voor mij de plek waar ik vroeger gewerkt heb. Daar heb ik nog een tijd gewerkt. Vlierenfluitenpad, dat is dit. Eens even kijken. Goh. Hier ben ik al 15 jaar niet meer geweest. Ik kan me niet meer herinneren. Ja. Voor mij was hier het. Ja, want daar had je die kleedruimtes. Voor mij had je aan die kant ook nog hokjes, maar weet ik niet allemaal zeker meer. Hier heb ik nog gewerkt.
Dan ben ik toch benieuwd of dit het vlierenfluitenpad is. Dan gaan we toch eens kijken. Ik ben benieuwd. Hier zat mijn werk dus. Ruim 16 jaar geleden ben ik hier begonnen met werken. Echt bizar. Nou, als je kantine, kleedruimtes, dan kantoor voor de bazen. Ja, bizar. Het is echt een plek waar ik al 15 jaar niet meer geweest ben. 16 jaar zelfs. Dat leeft natuurlijk in 2017. Tja. Het is al lang geleden dat ik hier geweest ben. Prachtig hier ook. Lekker rustig. Ik zie even weer ontsnappen aan de drukte. Dan moet je echt hier ook wezen. Ik kan hier echt ontzettend lekker wandelen. In de rust. Dan moeten we even kijken voor mijn loop. Hier ook rechts en dan weer links. Dan komen we weer dadelijk bij. Het tennispark uit en de parkeerplaats waar mijn auto staat. Nou, dit is een lange wandelroute. Gewoon een voetpad, wandelpad. Tot helemaal. Daarheen gaat. Dus die lopen we maar uit. Dan moeten we toch ergens weer bij een fietspad komen. Of bij het tennispark. Ik weet niet precies waar dat tennispark is. Ruige plaatbos. In ieder geval jongens, dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog mooi vonden. Het is echt een schitterende omgeving hier ook. Dit is ook een hele mooie omgeving trouwens ook. Nou, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even de blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op It's All Tracks. En ik zou zeggen, skabadi, skabadoo, skabadabadoo. Nou jongens, en als afsluiten, als je nog in ieder geval wat te eten wil, hier hoef je in ieder geval niet meer te zijn. Ga gewoon weg.